Dames en heren, we gaan bijna beginnen. Zou u allen zo vriendelijk willen zijn uw telefoon uit te zetten en plaats te nemen? Graag uw aandacht voor uw presentator, Herman van der Zandt. Ja. Goedenavond, zit lekker vol. Het is 1200 prachtige mannen en vrouwen bij elkaar. Een stoet gouden kalver heb ik al gezien daarachter. Het wordt een geweldige avond. Veel artiesten zijn er ook voor u. En veel acteurs en actrices die prijzen komen uitreiken, maar ook komen ophalen, hoop ik. Kan ik allemaal natuurlijk niet alleen aan. Dat zult u begrijpen. Dus er is een geweldige, schitterende co-host. Ze is radio-dj bij Funix. Ze is presentatrice bij het alom gewaardeerde Klokhuis. Dames en heren, Eva Kleven. Wauw, dit ziet er goed uit. Ziet er goed uit, hè? Prachtig uit. Een mooie hoek daar, die ziet er goed uit. Ja. Ook goed, ook goed. Hier voor ook wel. Lekker bezig, goed. Mooi. Goedenavond, dames en heren. Allemaal van harte welkom bij het Gouden Kalveren Gala 2016. We staan op het punt om de belangrijkste filmprijzen van Nederland uit te gaan reiken. Doen we vanavond. En deze avond is voor de mensen thuis tussen 19:30 en 22:00 te volgen via het themakanaal Cultura. En vanaf 20:55 is een deel van de avond ook live te zien op NPO 3. Daarom leg ik even u uit vanavond. Maken wij een korte stop na 9 gouden kalveren. U hoeft niet mee te tellen, dat doen wij. Dus wij zetten op een gegeven moment na 9 zeggen we stop. En dan beginnen we opnieuw en gaan we de kijkers thuis welkom heten. Dat zijn de kijkers op NPO 3. En tijdens deze korte stop wordt u vermaakt. En willen wij u ook vragen om gewoon rustig op de plaats te blijven. Alsjeblieft. Dan rest ons alleen nog u heel veel plezier te wensen bij het Gouden Kalveren Gala 2016. In de tussentijd wordt u uitermuntend vermaakt door onze prachtige band Refreshed Orchestra. Tot zometeen. Goedenavond allemaal, van harte welkom bij het Gouden Kalveren Gala 2016. Vanavond reiken we maar liefst 20 gouden kalveren en een oorkonde uit, niet vergeten. Dat is veel, dat vereist een strakke regie, dat is eigenlijk niet aan mij besteed. Maar het enige wat ik eraan kan doen is het tempo een beetje erin te houden. Kort bericht ook aan de winnaars, u weet nog niet wie u bent, ik ook niet. Maar ga niet de hele zaal eerst af om iedereen af te lebberen. Kom gewoon naar ons toe en verras ons met een heerlijke speech of een geweldig dankwoord. Of iets in ieder geval dat we ons nog jaren zullen heugen. Ik hou het nu ook al kort. Laten we meteen gaan beginnen met het Gouden Kalf voor de beste korte film. Oké.
In 2014 won zij een gouden kalf voor haar scenario van Aan Motherfucker. Die ook het kalf voor beste film binnensleepte. Haar dankwoord werd een scène uit een van haar eigen films, zou je kunnen zeggen. Want ze nam per ongeluk het verkeerde papiertje mee naar het podium vanavond. Ik zie een aantal mensen nu naar de achterzak grijpen. Ik denk dat vanavond alles helemaal goed zal gaan. Geeft u een groot applaus aan Anne Barnhorn. Kijk. Ja, goed. Welkom. Ik weet natuurlijk, er is een verschil tussen een lange film en een korte film. Maar wat is nou specifiek anders, behalve de lengte, aan het schrijven van een korte film? Nou, iedereen denkt altijd dat dat makkelijker is. Maar eigenlijk is een korte film schrijven best wel moeilijk. Want verzin maar eens iets dat zich in 10 minuten afspeelt. Waarin je alle stadia van emoties mee kan leven. Dat is best wel ingewikkeld. Ja, korter is misschien wel makkelijk, maar het moet meteen ook compacter. Je moet heel erg indikken. Ja. Nou, goed. Iedereen heeft dat goed opgevolgd, want volgens mij heb je iets bij je. Ja, maar dit ga ik nog niet openmaken. Nee, nog niet openmaken. Eerst nog even vertellen wie de genomineerd zijn. Genomineerden bekijken. Ja, gaan we doen. Marijn Scholte-Albers en Tobias Smeets voor Gratis. Ho. Oh, nee, de prepaid kaarten horen helaas niet bij de actie, mevrouw. Laat dat ding ervan. Godverdomme niet meer, lul! Denk aan de tijd. Hiba Vink voor Remember to Check Out. Misschien een andere straat. Welke dan? Weet ik niet. Hoe kan dat nou? Ja, dat weet ik niet! Hiske de Goeie en Randy Oost voor Vloed. Nou, ik ben heel benieuwd wat voor briefje hierin zit. Het zou zomaar een boodschappenlijstje kunnen zijn. De winnaar van het Gouden Kalf voor de beste korte film 2016 is... en jullie moeten hem binnen 1 minuut komen ophalen, Gratis. Wauw, dank jullie wel. Even mijn briefje zoeken. Even kijken hoor. Marijn is er niet, want die is in New York. Dus ik wil gewoon even een dankwoordje doen voor namens ons allebei. Allereerst de jury, thanks. Even kijken. De NTR en alle fondsen voor het mogelijk maken van de NTR Kort. Heel fijn. Laurette van Topkapi en de rest van Topkapi voor het vertrouwen. En dat jullie vanaf moment 1 dachten, yes, dit gaan we doen. Even kijken. De fantastische crew. Die kan ik niet allemaal op gaan noemen, dat zijn er te veel. Wat een sad muziek is dit. Oké, en de sfeer op de set was geweldig, top. Het was 's nachts, midden in de nacht en niemand, weet ik veel. Thijs en Mario van de muziek, Berend Booschansker van Edit, Jos van Galen voor de sound design. Super chill dat jullie met ons dat eindeloze gemierenneuk aan wilden gaan en dat het gewoon top ging. Storm, Loes Snapper, de actrice, Nico de Vries, Bram Koopmans, wat een feest om met jullie te werken. Papa, mama, mijn lieve vriendinnetje Rodia, dank jullie wel. Zo, de eerste.
Dan gaan we door naar de prijs voor beste korte documentaire. Met haar ontroerende documentaire Nisa's Lente won ze de publieksprijs op het ITVA. En was ze genomineerd voor een gouden kalf voor beste lange documentaire. Een hartelijk applaus voor Dulce Dogan. Nou, de genomineerden in de categorie korte documentaire zijn... I'm afraid that we will repeat history the third time. You need to think about peace in terms of holding the peace forever. That's the whole thing I'm arguing with you. You are saying everything is perfect. And I'm telling you it's not. Je les aime trop, ces chats. Les chats. C'est tout ce qui me reste. De gemeente Rotterdam heeft een regel ingevoerd dat iedereen die zich meldt voor een uitkering een aantal weken zelf aan de slag moet. Wij noemen dat een inspanningsperiode. En dan wordt dus een tegenprestatie geleverd. Dat is voor wat hoort van beleid. Als ze tegen mij zeggen, je moet, dan zeg ik adivadetsi, dan ga ik weg. Ik moet helemaal niks. Ik ga wel straks mijn huis uitgezet worden. Mag ik dan bij u komen wonen of niet? Zo spannend. En ik weet hoe spannend dit is voor de drie genomineerden. De winnaar van het Gouden Kalf voor beste korte documentaire 2016 is... de tegenprestatie van Suzanne Raad en Monique Lesterhuis. Yes. Dit kalf is een prachtige... tegenprestatie voor onze film. De film met de meest vanzelfsprekende... diversiteit van het hele filmfestival. Wij danken... Human en Mediafonds. Alle dokmakers. Alle dokmakers hier in de zaal. Babette, Liesbeth en Esther. Fabi Hulsebos, Peter Delpen. Deen van de Zaken. Jille Schriel en Bouwe Mulder. Alex Boy, Elja de Lange. De gemeente Rotterdam. En alle mensen in de bijstand. Ons kalf... Jullie kalf! Ja, ik ga hier. Wacht. Ja, het ging er even op, hè. Het is tijd, dames en heren, voor de beste film. Dan niet het kalf voor de beste film, maar de prijs van de kring van Nederlandse filmjournalisten. De oorkonde waar ik het over had. Die filmjournalisten die... elk jaar de volgens hen beste film van het afgelopen jaar selecteren. En ik stel u graag voor aan de vertegenwoordigster van de vijfkoppige jury van de filmjournalisten. Hier is Basje Boer. Hallo allemaal. Volgens mij gaan we meteen door naar de nominaties. De nominaties zijn... Myself. Paloma Aguilera Valdebenito voor Out of Love. Something that's not true. Because everything is you. Boudewijn Kolen voor Beyond Sleep. Where are you going? Home. Where is that? Hunting. Oh, really? Wow. That must get pretty dark in winter. Very dark. Yeah? And nothing to do. Esther Gold
for A Strange Love Affair with Ego. De prijs voor beste film van de KNF-jury gaat naar... dit is niet de juiste, maar ik heb het wel op de oorkonde staan. Het is namelijk A Strange Love Affair with Ego. Help. Wauw. Hier ben ik zo blij mee. Want dit is de prijs van echt kritische mensen. En ik wil jullie allemaal bedanken voor een onverwachte keuze tussen al die speelfilms. Toch een documentaire nomineren, daar was ik al heel blij mee. En ik wil vooral... alle mensen bedanken die mij hebben geholpen, en ik ga geen namen noemen, met deze vreemde, koppige, prachtige reis. Dank jullie wel. En hele belangrijke mensen zitten daar. Zeker met zo'n band, het is lastig voor te stellen dat er ooit stomme films bestonden. Niet meer te geloven bijna. We gaan de prijs uitreiken voor het beste sound design. En daarvoor nodig ik op het podium een man uit met een nogal indrukwekkende muzikale carrière. Hij begon namelijk al met hip-hop beats op zijn 14e. Brak door toen hij met Pete Philly een duo vormde en won in 2009. Eigenlijk een gouden kalf zelf voor, weet ik even niet. Een warm welkom voor deze veelzijdige componist. Waar ik echt fan van ben, daarom ben ik een beetje zenuwachtig. Perquisite! Hi. Toen ik gevraagd werd voor deze uitreiking, dacht ik eerst van waarom wordt nou een componist gevraagd om een prijs uit te reiken voor beste sounddesigner. Maar ik heb geleerd inmiddels, ik ben ooit die wonderwereld van de filmmuziek heb ik betreden. Ik wist toen eigenlijk niet wat een sounddesigner was. Zoals het grote publiek denk ik ook niet weet. Maar inmiddels heb ik kunnen ervaren hoe, zeg maar, als je als filmcomponist een film krijgt toegestuurd die, waar nog het set geluid onder zit. En later in het proces krijg je dan de film met echt het sounddesigner onder. Hoe dat een film enorm kan opliften. Dus in één keer zijn alle dialogen verstaanbaar. In één keer heeft elke ruimte zijn eigen sfeer. En je hoort bijvoorbeeld in een dialoog, precies op een spannend moment hoor je een metro op de achtergrond zachtjes langs razen, waardoor de zo'n scène enorm veel extra spanning krijgt. Ik denk echt dat goed sounddesign een film van een 7 naar een 8 of van een 8 naar een 9 kan liften. En ik vind het heel mooi om dat als filmcomponist mee te maken. Dus daarom ben ik eigenlijk heel erg vereerd dat ik deze prijs mag uitreiken. En genomineerd zijn. Mark Lynn voor Beyond Sleep. Klootzakjes. You'll be punished for that. Huh? Zilisle. Peter Warnier voor Full Contact. Een heel oud kwartje dat jaren moest hebben vastgezeten. Zeeën ze. En toen gleden ze in elkaar en deden het. Peter Warnier voor J. Kessels. En met die woorden, gleden het verleden. Ik. Marco Vermaas. Voor Of ik gek ben. Heel goed. Wie ik ben. Ik ga helemaal vertellen wie ik ben. Ga zitten. Ik praat.
Ik ben Hakim. Ik ben de zoon van Ra. Herman Piëten voor publieke werken. Oké, daar gaan we dan. En de winnaar is van het Gouden Kalf voor beste sound design 2016, Mark Ling voor Beyond Sleep. Ik ben even sprakeloos, maar ja, ik ben heel super blij met dit. En ik wil ook mijn mede genomineerden danken, want jullie werken, ons werk is gewoon alleen mogelijk doordat we veel contact met elkaar hebben. En jullie generositeit in de loop der jaren is ook geweldig geweest. Even kijken. Ja, en papiertjes zonder bril is ook niks. Ja, ik wil heel graag de leden van de DAF bedanken voor de waardering voor onze werk aan deze film. Boudewijn, jouw vertrouwen en jouw soort rollercoaster. Ik ga het vinden en help me dat vinden. Dankjewel. Hans, Hanneke, Gies, Alex, Reinoud, Melle, ja, wat een hoop energie en warmte en fantastisch om mee te werken. Alt en Gassan voor de geluidsopnames. Eline, Selle, Clarence, Anthony en Pepijn, mijn team, ja, jullie energie en inspiratie en kritische blik, dat is echt, zonder jullie had ik het niet kunnen doen. En Ansuya. Mijn vrouw sinds 33 jaar. Ja, echt mijn muze. Dank jullie wel. Van de vormgeving van het geluid gaan we naar production design. Wie maakt de vertaalslag van het scenario naar een visueel geloofwaardige wereld? Dat is de verantwoordelijkheid van de production designer. Onze gast is producent van de meest eigenzinnige aan eigen stijl te herkennen films die we kennen in de Nederlandse filmindustrie. Werkt als twee handen op één buik samen met zijn broer Alex, en dan weet u het wel. Samen met hem had hij internationaal succes met hun film Borgman. Die werd genomineerd voor een Gouden Palm in Cannes. Mag ik naar voren roepen, Mark van Warmerdam. Is er wel eens iemand dood neergevallen van zo'n trap? Dat is niet te doen, zeg. De genomineerden. Voor Gennaro Rosato. Voor de Grote Zwaan. Organisch ambacht is, maar dit niet altijd volgens afspraken kan worden gewerkt. Maar aangezien het een educatief werk betreft voor kinderen, is het natuurlijk van belang dat ook wij zo snel mogelijk aan de slag kunnen. Alfred Schaaf voor de Helleveeg. Nou, het is geen grap, Nico. We komen net van het ziekenhuis. Blinde darm. Ons Tine hier is in verwachting. Ben Zuidwijk voor J. Kessels. Is het echt? Echt? Hubert Poeye voor publieke werken.
Kurt Loyens voor knielen op een bed violen. Waarom moet ik kapot? Waarom dit? De winnaar van het Gouden Kalf voor beste production design 2016 is Ben Zuidwijk voor J. Kessel. Dan moet ik even mijn fokkie zoeken, hoor. Ik geloof dat ik heel snel moet zijn, anders gaat de band alweer spelen. Ik wil alle Academy-leden bedanken die op mij gestemd hebben en bedanken voor deze waardering. Producenten Dennis Wichman, Sander Verdonk en uitvoerend Mandy Post voor het geschonken vertrouwen. Danny Elze voor zijn prachtige beelden. Geen goed productiedesign zonder prachtig camerawerk. Erik de Bruin. Ik hoop nog veel films met je te mogen maken. En ik hoop dat J. Kessels uiteindelijk net zo'n cultklassieker zal worden als onze eerste film samen, Wilde Mossels. Verder veel dank aan mijn geweldige art department. Zonder jullie zou ik niet hier staan, denk ik. Ik zie deze prijs zeker als een kroon op mijn werk van 25 jaar hard buffelen. Maar wat ben ik gezegend met toch een heel erg mooi vak. Een speciale dank wil ik nog geven aan mijn vrouw Dione van der Hoeven, mijn Ega, die zo genereus haar eigen carrière opzij zet om mij te laten schitteren. Dankjewel. Even een kort quizje. Wat hebben films als Brimstone, Zwartboek, Borgman en Van Godlos met elkaar gemeen? Gokjes? Nee? Ze liggen allemaal op de snijtafel van misschien wel de allerbeste editor van Nederland. Dus, voor de uitreiking van het Gouden Kalf voor beste montage. Graag uw aandacht voor Job ter Burg. De genomineerden in de categorie beste montage zijn... Sander Vos voor Full Contact. Every grain of sand is being weighed in the Netherlands. Gijs Zevenbergen voor Beyond Sleep. That has nothing to do with geology. My son, I'm not your son. Okay. That's bookkeeping. That is bookkeeping. Fuck off. Fuck off, professor. Why don't you go fuck yourself? Oh. Mark Bechtold voor de grote zwaan. Onschuldige mensen! Peter Alderliesten voor publieke werken. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them. But the only thing Daniel Daniel voor Little Angels. Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. Steve Jobs. His most famous quote. And Steve Davis. And will I'm be the next. Crazy one. I'm yes. The crazy ones. Dus komt wel een heleboel montage bij te pas. En de winnaar van het Gouden Kalf voor beste montage 2016 is Sander Vos voor Full Contact.
Hier. There you go. Wow, dat had ik helemaal niet verwacht. Heel erg bedankt voor het stemmen op mij. Ik wou ook heel erg bedanken de medegenomineerden voor hun warme collegialiteit. Ik wou bedanken Patrick Schonewille voor een geweldige eerste versie die hij had gemonteerd. Waar nog hele scènes gewoon van erin zitten, dus die zeker een gedeelte is van hem. En als laatste David Verbeek voor zijn vriendschap en voor zijn geweldige talent. Dank jullie wel. Steeds meer filmmakers maken gebruik van nieuwe, andere media om hun verhaal te vertellen. En om die vernieuwing te onderstrepen heeft het filmfestival, het Nederlands Filmfestival, het Gouden Kalf voor Beste Interactive geïntroduceerd. Uit de jury van die prijs roep ik naar voren een regisseuse die midden in die multimediale wereld staat. Die een film had, Manitoba, op Cannes. En haar interactieve project Last Hijack won de Prix Europa en de internationale Emmy. Dames en heren, Mirka Duin. Goed, de genomineerden maar meteen voor deze super nieuwe kalf zijn... Floris Kijk voor The Modular Body. Online science fiction project over de creatie van een levend organisme opgebouwd uit menselijke cellen. Jan Rothuizen en Sarah Kolster voor The Drawing Room. Een 360 graden virtual reality tekening van het uitzicht over het centrum van Amsterdam. Wauw. Eefje Blankenvoort en Els van Driel voor de asielzoekmachine. Een multimedia project dat iedereen een kans wil geven mee te praten over ons asielbeleid. Probeer maar, laat maar. Ja. En de winnaar van het Gouden Kalf voor Beste Interactive van 2016 is... de Modular Body van Floris Kijk. Goedenavond. Heel erg bedankt voor deze eer, het eerste Interactive Kalf. Ik ga mijn speech heel compact houden. Ik wil iedereen bedanken die mij heeft geholpen met dit project. In het bijzonder Mark, Christa, Ine, Nienke en Adriaan. Geniet van de avond. Dankjewel. Goed, dan gaan we naar het Kalf voor Beste Actrice in een Televisiedrama. Daarvoor wil ik een bijzondere acteur welkom heten. Hij komt uit Burkina Faso, woont in Noorwegen, maar speelt in talloze internationale producties. Hij was master op het Nederlands Filmfestival dit jaar. En vanavond is hij genomineerd voor het Gouden Kalf voor beste acteur in een speelfilm. Ik vraag graag uw aandacht en een daverend applaus voor Isaka Sawadogo. Hello, everybody. And the best actress television drama is... Mijn zus is er niet. Nee, kom niet voor je zus. Ik kom voor jou. Ik kom niet zo goed uit. Oh. Lisa Zweerman. Kom je echt voor mij? Voor Riphagen. Ja. Sta op. Nazmi Oral voor In Vrijheid. Nu! Wat gek.
Zij is hier toch het gestoorde kutwijf? Zij is hier toch degene die liegt? Suzanne Radder, voor Horizon. Je moet niet liegen tegen mij, oké? Kutwijf! Oké, it's my turn. Yes, it's your turn. Okay, sesam, look right up. And the best actor is Nazmiye Oral in One Night Stand. Ik ben niet Nazmiye Oral natuurlijk. Ik ben de regisseur van In Vrijheid en ik ga een speech opdragen namens Nazmiye omdat ze vanavond moet spelen. Even kijken. Pas als je alles over me weet, heb je het recht om niet meer van me te houden. Alleen dan pas. Dat kan ik heel goed aan. Want dan is het waar. Daar dorst ik naar. Naar radicale intimiteit. De aanraking van mens tot mens. In vrijheid. En in die vrijheid dank ik u allen. Met grote gratie naar cast, crew en de producent Balder Film. Ik dank ook de jury. Dank jullie allen. Dan zijn we alweer aangekomen bij de laatste prijs van dit eerste deel. Het Gouden Kalf voor beste acteur televisiedrama. Ze was te zien in enkele koninklijke tv-series zoals Juliana, De Troon en Bernard Schavuit van Oranje. We kunnen haar recent gezien hebben in Snijder versus Baks, de BNN-serie Vechtershart en in de misdaadserie De Jacht. Hier is Loes Haverkort. De genomineerden in de categorie Beste Acteur Televisiedrama zijn... Lieke, hoe was je training? Tijn Dokter, voor Horizon. Hé. Hey. Het is er. Zie je meestal twee, nu niet twee. Oh, ga je me nu nog een beetje tegenspreken ook? Er stond vanmiddag iemand op mij te schieten. Ja, en dat is fucking verschrikkelijk. Maar dat heeft toch niets met Suus en Chrissy te... Oh nee! Barry Atsma. En waarom was ik daar anders dan? Voor Clem. Denk jij dat ik dat leuk vind om het haar te verbieden? Er is toch geen andere oplossing? Die man, dat is een triple-E-crimineel! Ik dacht eigenlijk dat mijn vrouw zou gaan, maar die had een Italiaanse les. Dus, hallo? Jacob Derwig. Voor Clem. Marius. Hier dit. Hallo allemaal. Vader van Chrissy. Leuk om hier nou eens te zijn. De winnaar van het Gouden Kalf voor beste acteur televisiedrama 2016 is Jacob Derwig in Clem. Alsjeblieft. Gefeliciteerd. Oh, dank u wel, jury. Wauw. Ja, dit is zo'n rol die je dan één keer in je leven, denk ik, krijgt. Once in a lifetime. Ik heb hem met ontzettend veel plezier gespeeld. En het idee dat de jury daar met evenveel plezier naar heeft gekeken, vervult mij met trots en genoegen. Het liefst zou ik dit kalf delen met mijn tegenspeler, mijn zeer gewaardeerde collega. Wat godsverdomme, wat is hij goed. Barry Atsma. Maar Bar, we gaan hem niet om midden zagen, dat geeft alleen maar rommel en gedoe. Mijn grote dank gaat uit naar de man die het een goed idee vond om mij te casten voor deze rol. Hij heeft Clem bedacht, geschreven en geregisseerd. Frank Ketelaar. Dankjewel, Frank.
bedank ook de VARA, Robert Kiewiet, mederegisseur Sharif Korver, Albert-Jan van Rees, Jordina Verbaan, de hele cast en crew. Ik dank Joan voor de tattoos en de littekens. Ik dank mijn agenten Vanessa en Flo. Annette Malerbe voor de hulp bij het Amsterdams en mijn personal trainers voor mijn killer buddy. En ik dank mijn vrouw voor haar eeuwige liefde en haar killer buddy. Clem is pas vanaf februari op televisie, dus bijna niemand van u heeft er nog iets van kunnen zien. Dat is misschien een beetje vreemd voor u. Ik beloof u dat u niet teleurgesteld zult zijn en u mag zelf oordelen of dit kalf een beetje terecht is. Dank u wel. Het gaat zo snel, het gaat zo snel. Dit was het eerste deel van het gala ook alweer. Zoals gezegd maken wij ons nu klaar voor het tweede deel en de live-uitzending op NPO 3 die over enkele minuten gaat beginnen. Ja, u mag bewegen, maar blijf vooral zitten, want ondertussen wordt u vermaakt door Refreshed Orchestra. Tot zometeen! De Gouden Kalveren Gala is de afsluiting van het Nederlands Filmfestival. Zometeen de voortzetting van de uitreiking van deze belangrijkste filmprijs van Nederland. Nu even een korte samenvatting van de hoogtepunten van afgelopen week. Hey. Hoi. Ha. Hallo. Monique, hey. Kom binnen. Ja. Zijn je kalfjes thuis? Staan ze. Maar hier staan ze. Ja, wauw. En misschien een vijfde. Ja, misschien een vader, ja. Ze zijn wel heel mooi. Ze zijn gewoon zwaar. Ja. En mooi beeldje. Mooie vorm.